Zit ze nou, wat, naar huisjes en... Hoe kan je scrollen, hoe kan je typen zonder überhaupt je toetsenbord aan te raken? En nu ga je typen en dan scroll je. Wat in de fuck? Realisme op en top. Dagelijks HD. Yo dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sims 4 aflevering hier op Dagelijks HD. Ik heb me er weer op verheugd. Simpelweg om deze... Omdat in het... Ik kom er niet uit. Ik kom er gewoon niet meer uit. Ik stop met praten. Deze twee knakkers hier, die waren gewoon nog even lekker op aan het blijven. En de rest van het zootje, die lag eigenlijk helemaal te bed. Dus we gaan gewoon een beetje doorspoelen. Want Frans, die was bezig met een mobiele app maken. En daar kunnen we weer royalties op vangen. En dan uiteindelijk geld, geld, geld. Zullen we stromen in het geld? Uitmuntend, moeten we hebben. En Mattie, die was eigenlijk... Oh ja, die was aan het hacken. Dus dat zal ook geld opleveren. Dus let's go. Ik zat trouwens laatst ook eventjes de reacties te lezen van de vorige aflevering. En toen kwam het idee te sprake van... Yo, Don, je kan misschien ook een beetje gaan verhuizen. Want het is nu een beetje druk in huis. Best leuk idee. Of ik nog daadwerkelijk ga verhuizen, weet ik nog niet. Aangezien, het bevalt me eigenlijk wel in dit huisje. Ja, ik kom een beetje ruimte tekort en privacy tekort en wat dan ook. Maar het is wel een lekker knus huisje. Het is lekker mijn huisje. Ik kan het mijn huisje gewoon noemen. Mattie heeft landgraafsystemen gehackt en wist $230 van hun kind of de dingetjes. En Frans die kan nu computergames maken. Nou, uitmuntend. Oké, heb ik toevallig een beeldje waardoor een energieke sfeer komt? Oké, deze beeldjes die geven geen energieke sfeer. De reden waarom wil ik eigenlijk een energieke sfeer creëren? Schoonmaken. Al heb je een energieke sfeer, dan kan je sneller schoonmaken. En dat had ik laatst geleerd en ik zat van dat bevalt mij eigenlijk wel. Dus ik stel voor dat Mattie eventjes gaat koken. Oh, volgens mij, nee, Mattie kan helemaal niet koken, joh. Dan moet Frans zo direct maar even gaan koken. Of we maken Mattie eigenlijk gewoon als het ware, ik zeg het niet graag, maar gewoon de bitch van het huis. Dus Mattie die gaat schoonmaken. Mattie die gaat ook koken en dergelijke. Dan houden we Frans nu nog eventjes naar kok. Maar dan laten we Mattie even naar een kookzender kijken. Dus dan kan hij er wat van opsteken. En dat hij daarna echt briljante gerechten kan gaan koken. In plaats van alleen maar roer, eitjes of wat dan ook. Oké, Mattie, je krijgt nu eigenlijk best wel snel honger. Dus ik ga je even tot de proef stellen. Roer eier maken voor iedereen. En wacht eens even. Ik bedoel, nu we er toch zijn. We hebben eigenlijk al mobiele app voltooid. Holy shit, dat was 1586, dat zag ik wel. Oh my god, dat is veel geld. Oké, hoe zullen we deze noemen? Ik vind Fraps wel een mooie. Ik heb geen idee wat voor app het is, maar Frans en app gecombineerd heb je Fraps. Uitmuntend. Nee, dat betekent dat Frans nu kan gaan koken. Auw. Frans. Nee, stop de tijd. Potverdikkie. Frans gaat pannenkoeken maken. En Mattie, dan moet jij eigenlijk nog gewoon eventjes wachten. Dan ga ik jou wel even andere dingetjes laten doen. Oh, potverdikkie, maar wie is nou weer wakker? Joost. Hallo. Leuk dat je er ook bij bent. Maar mijn plan was om eigenlijk eventjes een rookmelder te installeren. Dat lijkt me wel een strak plan. Ik doe hem hierboven wel. Is prima. Ik kreeg daarentegen wel vele malen het verzoek voor een koffiezetapparaat. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Koffie, gewoon wel lekker koffie. Alleen waar ik dat vandaan moet halen is een goeie. Ah, kijk aan. We hebben hier goed humeurpleur, cafeïnemachine. De Café Matiga. Roestvrij stalen automatisch oké. Een automatisch oké. En een cupcake fabriek. What the fuck? Oké, ja, nee. Die is wel erg groot. Kan die hier? Nee, ik heb geen ruimte. Oh, ik heb wel ruimte voor een cupcake fabriek. Nee, misschien een andere keer. Omdat Frans net een heel mooie app heeft gelanceerd, denk ik dat ik even dit roze apparaatje neerknal. Het roze koffiezetapparaat van peer. Dus niet van appels, want je kan geen appels met peren gaan vergelijken. Grappig. Leuk. Oké, Mattie, en jou de eer om het eerste... Acht fucking dollar voor een bakkie koffie. Dat meen je niet, hè? Dat is een heel duur bakkie koffie. Nou, ik wil wel eens zien hoe prachtig die eruit ziet. Boontjes erin, lekker malen, een beetje water opzetten. Oh, what the fuck, Frans? Ik hoorde echt klabam, alsof je een bordje kapot gooide. Komt dat bakkie? Dat is een mooi bakkie, hoor. Oh, wacht. Is er dan ook voor meerdere mensen koffie? Wacht eens even. Een drankje pakken. Nog twee over. Fucking awesome. Oké, het is een beetje druk in de keuken, jongens. Het is een beetje druk in de keuken. Melvin, die staat er ook gewoon bij van. What the fuck doe ik hier? Joost, die gaat op de plek zitten van Melvin. Ik weet het niet meer, hoor. Ik vind het wel awesome hoe Mattie er gewoon bij staat zijn koffie pleuren even lekker te drinken. Dat vind ik echt awesome. Dat ziet er cool uit. Wow. Fraps, die heeft 88 verdiend. YOLO Boys 106? Wat? Geld binnenhalen alsof het niks is. Melvin is net goede vrienden geworden met Milan. Ik dacht dat het al zo was, joh.
Wat? Dat komt uit het niks. The fuck? Wat ben je aan het kijken, Frans? Wat is dit voor sportwaanzin? Hoezo ben je ongemakkelijk? Vieze nasmaak? Wat? Dat waren je eigen pannenkoeken, man. Oh, Milan, ik liet je net een spelletje spelen, maar het is je gewoon weer niet gegund. Je moet het gewoon gelijk weer repareren. Dus ik baal er zo erg van. Zo direct mag je weer je spelletje spelen. Sorry. Oké, ik wil wel eens een computergame maken. Dat zal waarschijnlijk fucking eeuwig veel tijd kosten, maar het zal vast geweldig zijn. Nou, Matty moet natuurlijk weer eventjes alles opruimen, want dat is zijn taak van alles. En daarna mag je even lekker gaan slapen, omdat het is een beetje een nachtbrakertje. Hetzelfde als Frans, die is ook zo moe als maar kan. Wow. Wie is deze dikke tante aan de deur? Ella, koning. Milan, vraag hem binnen te komen. Doe het. Milan, Milan. Nee, laat hem niet weglopen. Ik zweer het je, waag het niet. Ah. Wow, Melvin, wat heb jij gedaan? Je sprong opeens omhoog. Kut. Oké, Milan, doe je best. Dit is nu jouw kans. Ja, die tante. Wat is er met die mensen die hier komen? Ze komen gewoon letterlijk binnen. En ze gaan gewoon echt gelijk achter de computer zitten. Bro, ja, het is het enige vermaak wat we hebben. Maar alsnog. What the fuck doe je hier? Waarom ben je nou beschaamd? Een irritant gesprek? Oké, Melvin, probeer jij het dan. Aardige introductie. Milan, jij hebt je kans vergooid. Ga maar andere dingetjes doen. Ga maar magnetron verbeteren. Nee, dit ding verbeteren of zo. Gewoon dingen verbeteren. Hup, Melvin. Hup, Melvin. Hup, Melvin. Eigenlijk heb ik Melvin nog nooit echt de kans gegeven om achter een dametje aan te gaan. Maar ik denk dat hij het hem gaat flikken hoor. Oh verdomd. Milan, hulp. Ik heb je hulp nodig nadat je dat hebt gedaan. Ik ga wel iets anders doen om even mezelf te vermaken. Melvin, blijf praten. Er mag geen stilte vallen. Oké. Versiertruc. Nee, dat is nog te erg. Compliment. En daarna gaan we vragen of ze vrijgezel is. Ik bedoel, ze heet koning. Ik weet niet. Het zou kunnen dat ze getrouwd is of wat dan ook. Melvin is te weten gekomen dat Ella getrouwd is met Jack. Alles kan kapot. We gaan er gewoon proberen. Fuck die Jack. Komt mijn andere save game, die komt weer eens aan de deur. Daar word ik ook toch zo moe van. Ik ga mezelf even aanspreken. Met mezelf aanspreken. Oké, daar kom ik aan hoor. Ik ga mezelf even vertellen dat ik op moet tieven. Komt-ie. Komt dat gesprek. Bijna flim. Krin. Bank of flish. Koodles. Hey, het werkt. Fucking hell, dat is zo apart. Ik neem wel even een bakje koffie. Melvin, je loopt weg van daar. Wat? Gaat zij achter Melvin aan of gaat ze weg? Nee, waag het niet om in mijn koelkast te gaan. Je hebt het zojuist voor jezelf verneukt. Je hebt het zo... Oh, wacht, ze ruimt het op. Oké, ze heeft pluspunten gescoord, jongens. Ze heeft pluspunten gescoord. Ik bedoel, het is ten eerste al hartstikke onbeleefd. Melvin, die bandana, dat gaat gewoon echt jouw thug life. Je street cred gaat er flink aan omhoog. Gaat zij nou ook koffie pakken? Heeft ze nou koffie gepakt? Nee. Ik bedoel, drink dan deze melk op. Oh ja, die drinkt ze ook nu op. Wat een besluiteloze tut. Toch maar wel koffie. Toch maar wel koffie. Respectabele normale computer voor mij. En voor wie nog meer? Oké, voor wie nog meer? De reden waarom ik mezelf heb gedaan is omdat ik een app heb en royalties. Dus wat dat betreft zou Frans er ook een moeten hebben. Money. Zo, en de volgende die zal dan Milan zijn. En daarna zullen we wel kijken wie en wie nog meer krijgt. Maar ja, dit is gewoon even een egoïstisch moment. Fucking zet een zonnebril, deal with it. Je weet hoe het werkt. Oh nee. Nee. Hebben we die ook weer hoor. Oké, Milan, sla je slag. Vraag hem binnen te komen. Het wordt hier nog druk joh. You smishy. Oké, daar ging je even door de vloer heen. Eerste beuk ontdekt jongens. We zijn er al een eeuwigheid mee bezig, maar we hebben onze eerste beuk ontdekt. Nou, ik heb genoeg koffie in mijn systeem. Laat ik maar eventjes lekker weer te werk gaan. Hey. Wat krijgen we nou? Wat krijgen we nou, Guusje? Als je zo gaat doen, dan ga ik je heel gauw wegsturen. Zomaar even mijn computer in beslag nemen. Nou, Ella, jij gaat er met je dikke toes weer vandoor. Je moet je kijken wat voor dikke reet ze heeft, joh. Je hebt flink wat gegeten toen. Milan, hoe smaakt de koffie? Prima ziet het ernaar uit. Is Guusje er nou nog steeds? Ik weet niet of Frans dit wel zo prettig vindt hoor. Dat er zo'n toos even op zijn computer zit. Even te googlen of wat dit ook mag wezen. Zit ze nou te shoppen? Zit ze nou... Wat? Naar huisjes en... Hoe kan je scrollen? Hoe kan je typen zonder überhaupt je toetsenbord aan te raken? En nu ga je typen en dan scroll je.
What in the fuck? Realisme op en top. Aan tafel. Misschien dat het werkt op die manier, maar blijkbaar niet. Niemand voelt zich even zo van, hey, misschien moet ik even opstaan en eten. Nee, Guusje, je gaat fucking, no. Waarom komt ze überhaupt langs? Ik bedoel, ja, ik nodig eruit om binnen te komen, maar what the fuck ook eigenlijk. Kost mij eten, kost ons geld, deze familie, het kost geld. Nou, ik denk dat het ook weer tijd wordt dat ik die jongens langzamerhand naar bed ga sturen. Zelf ben ik ook hartstikke moe. Melvin, jij gaat ook te bed. Mattie, nou, jij kan nog wel eventjes doorgaan, eerlijk gezegd. En dan hebben we weer de tweezelfde knakkers die opblijven. Mattie en Frans. Maar ja, het zij zo. Voor nu wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Sims aflevering. Elke dinsdag en zaterdag om 8 uur 's avonds komt er een nieuwe aflevering. Dus ik zie je graag de volgende keer weer. Doei! Dagelijks HD.